Oké dan, beste mensen, daar zijn we dan weer. En dit keer wilde ik even met dieren bezig gaan. Nou, je ziet dat een dier een kop of een lijf erbij. Je moet wel iets van anatomie afweten, dus het is handig om wat schetsen vooraf te maken. Maar dat help je wel bij in het atelier, mocht je echt gewoon een complete paard willen doen. Ik heb hier een aantal dieren in het atelier liggen die je kunt gebruiken. Misschien even een fotootje maken, laat ik zo meteen ook wel zien op de iPad. Ik heb hier een achtergrondje die ik zo meteen met de spons eventjes ga voorbereiden. En daarop op dan het dier schilderen. Nou, wil je het zelf inderdaad ietsjes makkelijker maken, dan kun je alleen kiezen voor een hoofd. En anders dan ja, moet je misschien de lijf er ook bij doen. Ik zie dat een boel kunstenaars ja, ook wel wat dat betreft zich daartoe beperken. Tot alleen maar, zeg maar de kop. Ook wel leuke ideetjes, zoals met deze, de aap. Ook een beetje geabstraheerd. Of met de expressie, nou ja, middeltje van een paletmes. Ook dit, een vos. Je ziet dat hier ook de anatomische kennis niet heel erg groot hoeft te zijn. Wel een beetje de verhoudingen weten. En hoe zo'n kopje dan schuin getekend kan worden. Misschien even een ondergrondje maken. Maar voor de rest is het redelijk explosief. Daarna met felle kleuren de vos zeg maar verder uitwerken. Ook hier de paden. Je moet iets weten zeg maar, van de anatomie. Een beetje van hoe ziet zo'n paardenhoofd eruit. Ook enigszins van hoe loopt dat dan precies met de onderkant van de paden, hun benen. Maar hij ziet dat het ook wel een beetje, nou, een beweging, nou, dan mag dat ook wel, wordt weggemoffeld om het helemaal perfect te doen. Nou, dit is al wat verder uitgewerkt, dus hier klopt anatomische kennis natuurlijk wel behoorlijk, dus daar heb je echt wel even wat bestudering voor nodig. Hoe werkt dat? Bij bijvoorbeeld vissen heb je natuurlijk veel makkelijker. Want ja, het is al snel een vis. En ik moet zeggen dat dieren sowieso iets makkelijker zijn, omdat een mens toch vaak wel heel erg nog iets herkenbaarder is. Alhoewel iedereen zijn eigen huisdieren natuurlijk wel uit honderden zou kunnen halen. Dus als je echt specifiek dan weer een hond die jouw hond is zou willen schilderen, ja, dan moet je toch ook wel weer de nodige bestudering doen. Maar je kunt er ook gewoon het vrije mee omgaan. Ook dit, het vogeltjesachtige. Nou, ik probeer zelf ook een beetje wat explosief achtergrond te doen. Je kunt natuurlijk kiezen voor een wat meer realistische achtergrond of een boomtak zoals hier en daar dan ook in dit geval bijna een silhouet van een raaf op maken. Nou, dit zijn de foto's die ik dan heb gemaakt van deze dieren die ik hier gewoon in het atelier heb staan. Dus even een goed lichtje erop en dan even inzoomen of misschien een ongewoon standpunt. Ik heb zelf zometeen zie je wel een paar van die mooie stokstaartjes, deze. Hele lieve kopjes. Met name deze. Die heb ik gisteren op een wc-rol gezet. En als je die dan uitvergroot, dan zie je hem hier zitten. De maestro. Kijk eens, wat een schoonheid. En wat een lief kopje. Nou goed, we gaan even beginnen. Oh ja, ik heb hier nog wat voorbeelden van kunstenaars. Nou, dit is dan waar je ook nog mee kan experimenteren. Dit is een beetje de aanzet tot fantasiedieren. Dus je gebruikt gewoon een lijf met armachtige dingen en je fantaseert er maar op los. Dus dat zou ook nog kunnen. Je ziet hier ook een kunstenaar die wel de vorm heeft gebruikt van in dit geval vogels. Wat voor vogel precies, dat weet ik niet. En die speelt er op een beetje illustratieve manier mee. Dus het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Voor de mensen die meer wat liever vrij willen zijn binnen het hele dierlijke. Hier ook nog een aantal leuke voorbeelden van varkentjes. Kippen, ook altijd een geliefd onderwerp. En dit is natuurlijk wel behoorlijk weer uitgewerkt. Maar wel weer heel thematisch, gewoon die dieren in een kistje eigenlijk positioneren. En dat, dat is dan je handschrift, zeg maar. Vogeltjes, ook dit weer behoorlijk realistisch uitgewerkt. Dus ook hier kun je wel in begeleid worden als je hier naartoe wilt, dat hele realistische. Alleen, dat ga ik. Maar dat begeleid ik je dan in het atelier wel